I thank you. Is the Lord blessing you? Oh, I know. Is uw geluksdag, waarde gasten. U bent op de juiste plek en op de juiste tijd. En u vraagt zich natuurlijk af waarom wij hier zijn. Vertel. Nou, Otto. Vertel, Otto. Wij ook. Ja. Oh. Oh. Otto, gaat het? Oh. Esmeralda! Ja, dat weet inderdaad. Ja. Alleen Esmeralda. Waarom wij hier zijn, is voor ons de grote vraag, maar voor u wellicht uw grote geluk van vandaag. Ja. En verder bent u natuurlijk ook heel erg nieuwsgierig hoe wij hier zo terecht gekomen zijn. Hoe wij hier terechtgekomen zijn. Liefje. Nou, Otto. Ja. Nu even niet, Otto. Nee, oké. Mijn duifje. Otto. Dat zei... Nu, even niet. Ik ben bezig. Oké. Otto. Ja. Liefje. Wat? Konijntje. Ja, wat? Wat is er, Otto? Esmeralda! Ja, wat is er met Esmeralda? Ja, ze doet het weer. Ze doet het. Ja, maar Otto, kijk nou eens hier naar al die mensen. Snap jij dan niet? Die mensen die moeten weten dat het... Ja, maar ik begrijp het allemaal, liefje. Maar zouden wij Esmeralda niet een beetje aandacht geven? Aandacht. Hè? Natuurlijk. Ons draaiorgel Esmeralda, zij is een erfstuk. Ja. Gemaakt door mijn betovergrootvader, vader Jozef. Ja. Jaren en jaren heeft hij eraan gewerkt. En juist toen hij het vol trots werkend wilde laten zien, toen stierf op mysterieuze wijze zijn vrouw Esmeralda. Nou, sindsdien draagt het draaiorgel haar naam. En zij is geen gewoon orgel, ik moet u waarschuwen. Nee, zij heeft gaven. Net als mijn betovergrootmoeder. Het lijkt soms wel alsof het orgel door haar bezield is. Ja. Vind je niet? Ja, maar... Je moet een beetje opschieten, geloof ik. Ze is een beetje ongeduldig. Nou ja, Esmeralda is het dus die ons hierheen heeft gebracht. Mogen wij een daverend applaus voor Esmeralda. Ja, nu we hier dan toch tezamen zijn, wil ik graag uw
u voorstellen aan mijn grootste geliefde, mijn fantastische vrouw. U heeft al kennis met haar gemaakt. Moeder van onze twee dochters. Fytoborist, hooglerares, dokter Anders Magister in de ongeluksbestrijding. Kortom, mijn vrouw die alles kan, Virginie Charlatan. Dank u wel, dames en heren. Ja, geweldig. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Otto, ja. Mooi gedaan. Esmeralda, muziek. Ja, nou, ik kan nu wel zeggen, wij komen inderdaad van ver op. Heel ver. Wat hebben wij een reis achter de rug. Oh. En in elk land waar we kwamen,
daar kregen wij een nieuwe aanwijzing. En naarmate de reis vorderde, ging Otto, ging Esmeralda steeds krachtiger spelen. Ja, maar het is iets waar hij nog steeds kippenvel van krijgt. Ja. Het begon allemaal in Parijs. In Parijs. Otto, dat was pure romantiek. En jarenlang had zij gezwegen, maar toen kreeg ze dat boek. Het was alsof ze weer tot leven kwam. Nou, en zo begon dus onze tocht, want zij stuurde ons op pad. Kijk, ik weet het niet. Wat? En dan een hele rare... Esmeralda, waar ben je mee? Sorry hoor. Na Parijs. Ja. Wat gebeurde er na Parijs? Na Parijs. Esmeralda. Moet het nou opbergen zo? Esmeralda, wat is er aan de hand? Heeft honger. Ik weet het niet. Dus hij heeft het al. Hoe kan dit? Ja, naar Parijs. Gingen we naar Italië. Nee, dat was het. Dit is Parijs. Dit is Parijs. Ja, daar zijn we. Ja. Maar die aanwijzing, die stuurde ons naar... De volgende ging naar Italië. Dat is het. Nou, hè. Ik hoop als je dat nog maar weet. Esmeralda. Ze weet het. Een Spanje! Olé! Ja! Weet je welk land het is? Ja! Spanje natuurlijk! Tweede orgelboek. Dat krijgen we van Castagnettespeler Juan Escuilla. Hij vertelde dat zijn overgrootvader in het orkest van Verdi's overgrootvader had gespeeld. Dat vertelde hij inderdaad. En in Spanje. In Spanje. Daarna, wat gebeurde er daarna? Wat gebeurde er daarna in Spanje? We kregen die aanwijzing. Ja, ja, ik weet het niet meer. Ja. Dit is de Sirtaki natuurlijk. Oh. Nee, dit is Italië. Dit is Italië. Dit is Italië. Esmeralda is helemaal in de war. Ja, ja. Maar in Italië, daar kregen wij dus opnieuw een aanwijzing. En die rijden ons naar de Wienerwals. Sint-Simons. Oh, mijn liefje. Dit is zo heerlijk. Wat hebben wij gedacht? Dansen maar kunnen spelen hoor. Dansen maar met jou. Otto, we moeten even wisselen. Ja, dansen maar met jou. Heel goed leiden. Je bent een fantastisch leider. Dankjewel. Jongen. Ja. Wenen. Dat heb ik het. In Wenen? Ja, ik weet het nog goed. Ja, ik was even van mijn stuk. Maar ik weet nog heel goed. In Wenen, daar troffen wij dus klaviermeister Engelbert. Ik ben klaviermeister Engelbert. Hij gaf ons het volgende orgelboek, maar ook
een waarschuwing. Jullie zoektocht is niet zonder gevaar. Dat zei hij. Jullie moeten jezelf beschermen. Ja, maar niet alleen onszelf. Onszelf. Nee, nou vooral u. Ja, vooral u. Ja, dat zei hij. En nou, Esmeralda die waarschuwde ons opnieuw. En ja, we zijn toch gewoon hier. Op eigen risico. Op eigen risico. Net als u, denk ik. Zijn aanwijzingen leiden ons naar Griekenland. En daar dansten wij. Zorga! Hoppa, ja, danst u maar mee hoor. Moeten ze niet langer rijden maken? Hele lange rijden maken! Mooi, ja hoor. Laten we een lange rijden! Heel mooi. Ja, mooi. Daar gaan we. Het had gelijk, Otto. Het is niet zonder gevaar. Nee. Oh. En, oh. Waar gaan we heen? De sopra de tans. Nee. Jawel, Otto. Nee. Jawel. Mensen, we waren de tans. Oh, ja, de tans. Nee, de tans. Kom maar, Otto. Hey. Ja. Hey. Hopla. Wel, er is gewoon iets aan de hand hier. Het is niet zonder gevaar. Echt niet. Esmeralda probeert ons te waarschuwen. Otto. Otto. Ik denk dat ik het door heb. Ja. Wij hebben precies dezelfde route afgelegd als in der tijd met overgrootvader Jozef. Nee. Ja. Maar... ik weet het niet. Misschien... Waarom? Dat blijft de vraag.